Goedenavond, dames en heren, en welkom op het wekelijkse webinar van het Belgische cryptoplatform Bit4U. Het is trouwens de laatste, het laatste webinar van dit jaar. Dag Wen. Hey, dag Francis, dag iedereen. Ik ga dus vanavond weer met Gwen Busseniers de cryptoactualiteit bekijken. We gaan ook wat terugblikken naar wat in 2021 is gebeurd. Ook volgende week gaan we dat doen, even terugblikken en ook kijken wat 2022 zou kunnen gaan brengen. En voor het geval u het nog niet weet, Gwen is oprichter van Cryptoschool en maakt mensen wegwijs in de wonderenwereld van crypto. Hè. Dat mag ik toch wel zeggen, blockchain. De wonderenwereld. Ja, inderdaad. Wat is trouwens het meest gekke dat je in 2021 hebt gezien op de cryptomarkt? Voor mij is dat toch wel een beetje de hype van de memecoins. Ja. Dat is letterlijk voor mij een beetje gek. maar ja, goed als je er had, proficiat. Sommige van die NFT's, hè, dat ze daar een stukje, een tekening van een steen en dat je daar zoveel Ethereum voor moest betalen, dat vind ik toch al behoorlijk gek. En denk je dat heel die hype zo rond die memecoins, dat zich zou kunnen herhalen in 2022? Of zullen we volgend jaar terugblikken en zeggen, oh, dat is zo 2021? Time will tell. Hè. Als ze daar een nut voor gaan vinden, als bijvoorbeeld ik zeg maar bij Shiba Inu of een Dogecoin, als ze dat gaan gebruiken als versteking of als onderpand voor te gaan lenen, dat je interesse gaat kunnen verdienen. Met andere woorden, dat er meer nut van die vehikels wordt toegevoegd buiten het feit of dat Elon Musk het positief of negatief gaat in het nieuws brengen, dan zou dat wel kunnen. Maar dat is nog te vroeg, vind ik. Ja. En wat vind je vandaag het belangrijkste dat nieuwe studenten bij jou moeten weten? Dat alles kan komen en gaan. Snap je? Als ik nu kijk naar de cryptomarkt, nu, en ik vergelijk dat met hetzelfde moment in de vorige cyclus, dan zitten we in een heel nieuw cryptolandschap. Dus hou dat voor ogen. We zitten, ja, ik zeg altijd, we zitten nog in het, als we vergelijken met internet, in het Netscape-tijdsperk. Ik weet niet of jullie nog... Wie dat nog weet, wat Netscape was. Ik wel, ja. Of als we naar gsm's gaan kijken, naar van die grote bakken. Wel, in die fase zitten we nog in, vind ik, in de crypto-evolutie. Dus hou nog niet vast, of denk nog niet van, ja, dat wordt nu het ding. Er verandert heel veel en heel snel. Ja. Ja, ja. Dus voor we van start gaan, moet ik toch nog, zoals elke week, even kwijt dat wat we vanavond zeggen eigenlijk geen financieel advies is. Dit webinar dient enkel ter informatie. Even terugkijken naar vorige week of de voorbije week. Zien we dat we toch nog een soort van een eindejaars rally hebben gekregen met een bitcoin die toch 8-10% is hersteld van toch wel flauwe weken daarvoor. Kaap van de 50.000 opnieuw gerond. Ethereum bleef een beetje achter, 3-4%. Maar de grootste winsten gingen naar de kleinere munten, daar komen we straks op terug. Maar hoe verklaar je zo toch nog dat laatste herstel van 2021 bij Bitcoin? Bij Bitcoin is het meer, vind ik, technisch-analytisch te verklaren. Ik zal hem er ineens bijpakken. Ja. Oké. Wel, we gaan eens kijken, want we zitten altijd op het eind van het jaar. Hè. Dan kijk ik ook eens graag naar de grotere timeframes. Dus dit jaar hebben we een mooie all-time high gemaakt. Het enigste waar ik dit jaar op aan het letten ben, dat is in die RSI, dat is deze rode trendlijn. Bitcoin heeft gedipt. We zijn hier nu aan het raken. Het is wel mijns inziens de bedoeling dat we zo toch langzamerhand nu naar boven terug gaan keren. Als we gaan kijken op de weekly, dan zien we dat Bitcoin inderdaad momenteel een swing aan het maken is.
om nu al te spreken van een full-on reversal, moeten we nog iets hoger. Maar we zien toch hier al, dat rode is al lichtrood geworden. We zien nog een keer die 55 wekelijkse. Allee, moving average is gerespecteerd. Dat zijn allemaal positieve tekenen. Mm-hmm. En nu gaan we inzoomen op de dag waar we meestal zitten. Dus mijn kribbels van vorige week, Ja. Dat was van we kunnen een double bottom gaan maken hier. Ja. Dat scenario sluit ik nog niet uit, maar het wordt minder waarschijnlijk. Maar om van een full-on reversal te spreken, wil ik toch graag zien dat we hier die rode lijn gaan doorkruisen. En het liefst zou ik ons dan nog hier boven die 58.000 zien uitkomen. Nu, die rode lijn, je ziet, ik heb daarnaast geschreven CME Gap. De CME Gap, daar hebben we het in de vorige afleveringen al eens over gehad. Ik zal die chart er nog eens bij roepen. Dus de ticker van de CME is de BTC1 uitroepteken. Wat is de CME? Dus dat is een... een asset dat kan getraded worden op de New York, op de Chicago Stock Exchange, Ja. Excuseer. En dat neemt de gemiddelde prijs van de, ik denk, 5 of 7 grootste spot exchanges. Dus naar deze grafiek wordt heel vaak gekeken om te zien wat de markt gemiddeld doet, of toch de spotmarkt. Ik ga er even die kribbeltjes verwijderen. Nu, de CME, ik zeg het, dat is de Chicago Stock Exchange, die sluit in het weekend. En dan krijg je, zoals ik hier omcirkeld had, krijg je een gap. Hier is een gat. En de, is het een regel? Niet, maar de geschiedenis leert ons dat zo'n gaps meestal gevuld worden. En dat zijn we nu aan het doen. Dus we zijn nu, dit gat hier wordt hier nu toegedekt met de prijs. En dat zal ons dus terugbrengen tot die 53. Ja. 545 had ik hierbij geschreven. Dat zijn we nu aan het doen. De vraag is alleen van, ja, wat... nadien. Dus, ja, dat is dan mijn verdere vraag. Hoe zie je dat het herstel zich gaat voortzetten in 2022? Of is het enkel een soort herstelbeweging van korte duur? On-chain, moet ik zeggen, er is natuurlijk wel zeker de 3 en de 24e december zijn er wat bitcoins terug naar de exchanges gefloat om te verkopen. Dus er is wel wat winst genomen, maar dat kan te maken hebben met die professionals die in vakantie gaan of mensen die belastingen moeten betalen. Ja. Maar in het algemeen is de net outflow van de exchanges nog altijd groter. Dus dat wil zeggen dat er nog altijd bitcoin in stockage gaat. Dat is positief, dat is bullish. Nu, dat maakt ook dat er minder bitcoin in de markten is. Meestal... als de vraag even groot blijft, kan dat zijn dat de prijs dan gaat stijgen, maar het maakt ook de markt veel volatieler, omdat er gewoon minder bitcoin in omloop zijn. Ja. Dus dan kan er wel een keer een paar gekke uitschieters gaan tussen zitten. Dus momenteel zijn wij hier naar boven aan het testen. Ik zie hier ook weer die 55 of de 50, dat is ongeveer hetzelfde. Die 50 moving average, dat is voor mij zo de barrière om te overwinnen. En dat gaan we straks ook zien bij andere cryptocurrencies. Dat zal zo'n beetje de maak of kraak zijn. Dus laten we dat goed in de gaten houden. Qua divergenties moeten we even opletten. Ik zal zeggen waarom. Dus je hebt hier een high. Dat komt hier terug. Ja. Maar momenteel zitten we daar al boven. Wat wil dat zeggen? Dat bitcoin boven deze prijs zal moeten uitgaan, want anders heb je een bearish divergentie. Ja. Dus, je hebt dat al verschillende weken aangetoond, hè? Dat mogelijk, dat dat in de kaarten zit. Dat kan. Maar ik zeg het, 60.000, zo, ja, eigenlijk hier, heel deze zone hier, je ziet ze ook hier duidelijk, hè, waar hier getraind is. Ik kan nog eens even de VPVR erbij roepen. Ja, je ziet, hier zit behoorlijk wat weerstand. Ja. Het zal er een beetje van afhangen hoe vlot dat we daar doorgaan. Nu, ik verwacht ook met de feestdagen dat dat evengoed nog in wat zijwaarts gekronkel
zal kunnen resulteren. Ja, ja. Ja, het is eigenlijk vreemd dat er een herstelbeweging was, omdat de SEC toch weer nee heeft gezegd tegen 2 spot Bitcoin ETF's. Dus dat, het is nog altijd geen goedkeuring van een dergelijk ETF. En ja, of gaat de markt daar eigenlijk niet zo... Ik vind dat de markt daar... nog rekening mee houden. Nee. Vroeger heeft dat... Ik weet nog, in het begin dagen dat ik soms nachten opbleef om van die volatiliteit te kunnen profiteren. Maar die tijd is lang voorbij. Ik slaap nu rustiger. Omdat ik ook zie dat het eigenlijk nauwelijks nog impact heeft op de prijs. Dus momenteel, laten we zeggen dat mijn bovengrens zoiets van een 7,58 is. En ja, de ondergrens is tussen de 7 en de 49. Ja, ja. En dat is Bitcoin. En waarom bleef Ethereum eigenlijk achter? Oké, Ethereum had al maanden beter gedaan dan Bitcoin, maar deze week bleef het toch vrij stil rond Ethereum. Ja, laten we zeggen, rustig kabbelend omhoog. We zien hier toch die MACD die mooi aan het optikken is en naar boven aan het buigen. Naar zijn, hier zijn weerstandszone. We zien hier ook weer die 55 moving average, die daar ook te herwinnen valt rond de 43.000. Ik ben in Bitcoin getal aan het denken. 4.318, excuseer. Ja. Verwacht ik wel wat weerstand. Mm-hmm. Maar tot dan gaan wij omhoog. En ik denk dat het weer al in tandem zal gaan met Bitcoin. Ja, ja. Oké, maar zoals ik zei, deden verschillende kleinere munten het beter dan de 2 grote. En er waren heel wat koerssprongen van 20% à 30% te zien de voorbije 7 dagen. Onder andere Cardano, die uit de doden is opgestaan, plus 20%. Van waar die plotse ommezwaai? Wel, Cardano, die hadden... ik denk dat ik er hier een dingetje van had. Een momentje. Die hebben aangekondigd dat ze dus met 13 firma's, de logo's staan hierbij, maar ik denk dat voor de meeste leken zal dit een beetje onbekend terrein zijn, maar in ieder geval, ze hebben 13 partnerschappen aangegaan met al deze firma's. En als er één ding is dat heel goed werkt op een prijs, dan zijn het partnerschappen. Ja, ja. Ja, want het was al toch enkele maanden stil rond Cardano. Er werden ook wel wat vragen gesteld over de leefbaarheid, over de duurzaamheid ervan, van het hele project. Maar nu blijkbaar is er toch weer wat leven in de brouwerij. Er is... Die grafiek is eigenlijk één neerwaartse beweging. Ja, die grafiek heeft natuurlijk zijn maximale correctie ondergaan, maar heeft dan toch hier steun ondervonden, zelfs nog hier doorgegaan. We hadden hier in de RSI een blauwe trendlijn, die is ook herwonnen. Ja. En nu ben ik weer aan het kijken naar hetzelfde ding. Hè. Je moet weer gaan oppassen, want je hebt hier een top in de RSI. Die prijs is nog maar zo hoog, maar zit alweer al wel al vrij dichterbij. Dus ja, ja. Weer ook al daar moeten we gaan zien voor divergenties. De eerstvolgende, als Cardano zijn succesverhaal verder zet, dan zal de eerstvolgende weerstand hier de 200 dagelijkse zijn. Ik schat zo rond de 1,78. Mm-hmm. En dan gaan we zien wat hij van daaruit verder doet, maar weer al. Hou altijd Bitcoin in de gaten als je in deze periodes altcoins gaat traden. Oké. Okay. En dan 2 andere die er 30% op vooruit gingen, Polygon en Polkadot. Hoe verklaar je toch deze sterke stijging? En wat is eigenlijk net het verschil tussen die twee? Polygon, dat is een layer 2 solution. Dus dat is eigenlijk je moet denken als een applicatie bovenop een netwerk, maar dat vooral gaat zorgen voor snelheid. Dus in blockchain heb je altijd een trilemma. Hè? Dus je hebt snelheid, heb je veiligheid
en schaalbaarheid. En je kan ze niet alle drie hebben. Dus er wordt in alle blockchains, dat zal ik ook, dat is ook een beetje de rode draad in 21 geweest, dat is gaan zoeken naar oplossingen zodanig dat netwerken toch aan deze drie eigenschappen kunnen voldoen. Dus Polygon, dat is zo'n een oplossing. En DOT, dat is dan weer een andere oplossing. DOT, Polkadot, die gaan werken met parachains om de zaken te versnellen. Dus ze gaan, moet ik zeggen, je zal verschillende taken gaan uitbesteden aan verschillende netwerken, maar die wel met elkaar kunnen communiceren. Ja. Dus het probleem dat je nu hebt met netwerken, is dat een Ethereum-netwerk en een Solana-netwerk, dat is iets anders. Bitcoin, en je kan bijvoorbeeld geen Bitcoin naar Ethereum sturen, want dat zijn andere dingen. Natuurlijk, als je één ecosysteem maakt met verschillende blockchains die elk hun taken kunnen uitvoeren en die dan nog eens met elkaar kunnen communiceren of data overzetten, ja, dan heb je veel handen die werken aan één. En dat is zo'n techniek weer om de zaken te versnellen. Dus dat is Polkadot. Dus hier kijken we naar DOT. En DOT, die is, je ziet, die heeft die RSI, is er even onder gegaan, is er nu terug mooi naar boven aan het gaan. Je hebt hier die gele 55, zoals we bij al de rest zien, die moet herwinnen. Maar hier ook die MACD gaat mooi naar boven. Maar ook hier weer hetzelfde als de rest. Hè. Mensen kijken altijd... We hebben hier een top. Oeps, excuseer. Een top. Hier. Dus die prijs heeft nog een hele lange weg af te leggen naar boven. Het is een beetje overal hetzelfde verhaal. Ja, inderdaad. Van, ik denk, ik betwijfel of dat dit allemaal in één golf naar boven op te lossen valt. Ik denk dat er nog wat meer zijwaartse bewegingen overal gaan inzitten. Ja. En dan de andere was Matic, hè? Ja, Polygon. Dat zou waarschijnlijk... Ja, het is toch een iets andere grafiek hier. Een iets andere. Nu, Matic heeft het heel goed gedaan. Dat is opnieuw record momenteel. Nee, ja, die heeft een nieuwe all-time high gemaakt. Nu, hier had ik wel de opmerking... high en higher high. En hier zitten we momenteel aan een... high, maar we zitten momenteel lager. Dus oppassen hier dat we hier geen bearish divergentie gaan hebben en nog een correctie naar beneden, dus dat we niet dat gaan doen. Dat lijkt mij een plausibel scenario. Ja. En dan een munt waar we de voorbije weken al verschillende keren hebben over bericht, Terra, ook 30% hoger. Dus het leek wel alsof dat... Die munten die toch wat achtergebleven zijn, behalve Polygon dan, plots toch een tweede leven of een tweede adem hebben gevonden. Wel ja, Terra is natuurlijk een blockchain die vooral mikt op stablecoins. En stablecoins is een van de snelst groeiende crypto-segmenten, zal ik zo zeggen. Er is nood aan stablecoins, voor zeker op al die exchanges die geen fiat toelaten. Stablecoins, je hebt, als je ziet, Tether, hè, die in de top 10 staat. Dus stablecoins zijn, laten we zeggen, ook een van die fenomenen die een grote opmars hebben gekend dit jaar. Nu Terra, even kijken, Luna, pardon. Dus vorige week had ik gewaarschuwd voor die divergentie en ik zal daar nog steeds voor waarschuwen, want we zien hier dat we misschien te maken gaan hebben met een fake-out. Wat is een fake-out? Dat je er even boven gaat. En dan hier terug onderdoor schiet. Hier beneden zien we dat ook. Dus tenzij dat hij hier niet afbotst, dan vrees ik dat we ook hier weer even een correctie gaan moeten zien. Dan zullen we eens kijken waar dat die kan eindigen. Ik zou zeggen, eerste weerstand zal zijn rond 66,7. Houden we die niet? Dan denk ik dat we eerder door gaan naar de 43,48. Ja. En dan misschien de grootste verrassing van 21, Shiba Inu. Was ook een van die sterren van de afgelopen week en eigenlijk van heel het jaar. Want staat nu ondertussen al... als 13e grootste munt
in het crypto-klassement, wat toch vrij verbazingwekkend is. Voor iets waar dat bijna niemand van had gehoord vorig jaar. Maar hoe moet het nu verder? Ja, we hadden het al even over die meme coins, maar gaat dat. Ja, zit daar nog muziek in? Ik denk het wel. Maar allee, om maar te zeggen, dat was Shiba Inu was trouwens de meest gezochte coin op CoinMarketCap dit jaar. Als we het dan toch even gaan hebben over de jaarcijfers. Het was ook de meest populaire crypto. Maar ja, je ziet ook aan deze, dit mooie liedje is een grote correctie aan afgegaan. Ja. Maar we hebben momenteel denk ik wel een basis gevonden. Je ziet dat ook hier mooi. In die VPVR en we zijn nu een bodempatroon aan het maken. Ook hier weer die 50 of 55 moving average, die gele lijn die men moet herwinnen. Maar ook hier, ja, het is eigenlijk overal hetzelfde liedje. En als je dan zegt herwinnen, wat bedoel je dan? Dus verbroken worden. Dus doorgaan. Dat is niet gewoon herwinnen, maar dan één keer die kaap gerond. Doorgaan, plots... eventueel retesten en dan verder naar boven. Maar ook hier weer, we hebben hier een high. Dat is deze top. En ik denk dat we nu al bijna aan die hoogte zitten. Dus we zitten nu al aan een hidden bearish. Dus die prijs moet eigenlijk minstens even hoog gaan komen. Want anders gaan we nog eens naar beneden. Ja. Dus laten we zeggen dat er deze vakantie nog wat zal moeten gewerkt worden door alle coins. Ja. Oké. Okay. En dan, Shiba Inu was een beetje de grote winnaar van 21, de grootste verrassing misschien wel. En welke munt zou voor jou de verrassing van 2022 kunnen worden? Ja, ik had er een paar op het oog, maar ik zeg het, mijn mening, geen financieel advies. Nee. Dus ik heb ze op het oog, dus ze zitten ook momenteel niet in mijn portefeuille. Maar de eerste is NIR Protocol. NIR Protocol heeft dus te maken... Even terug pen en papier nemen. Ja. NIR Protocol, dus dat heeft te maken met cloud computing. Dus hoe gaat dit? Dit gaat weer een oplossing gaan bieden voor dat schaalbaarheidsprobleem. Hè. Maar hier gaan ze gebruik maken en schrijf dat woord ook op. Dat is sharding-technologie. Daar heb ik het in het verleden nogal eens over gehad. En wat is sharding-technologie? Dus als jij een bitcoin-transactie doet, of een ander netwerk een transactie, die moet worden gevalideerd. Dat gebeurt door die nodes, zoals ze ze noemen. Ja. Normaal gezien, ongeveer, laten we het simpel stellen, wordt één transactie door alle nodes goedgekeurd. Simplistisch gesteld, maar laten we het even daarop houden voor de leken. Wat gaat sharding doen? Die gaat verschillende transacties verspreiden over verschillende groepjes van nodes. Dus alle nodes worden onderverdeeld in groepjes. Stel 5 groepjes, dan kunnen er 5 transacties tegelijk gedaan worden. Het is een hele goede oplossing, maar het is moeilijker om te implementeren. Je moet ook rekening houden met dat veiligheidsaspect, dat er geen dubbele dingen tussen komen. Dus allez, je voelt automatisch aan dat dit complexer wordt. In ieder geval, sharding zou een oplossing zijn voor veel schaalbaarheidsproblemen. Dus daarom dat ik ook NIR... wat is nog zo leuk aan NIR, is dat zij gaan adressen... leesbaar maken voor mensen. Als je nu een Bitcoin of een Ethereum adres, dat zijn al die lettertjes en cijfertjes, ja. Dat zeg je niet na. Hè. Zij gaan echt dus human readable adressen maken, zodat dat toch iets eenvoudiger wordt. Dus dat is NIR. Dan hadden we hier nog Airweave. Wat zij noemen een perma-web. Dus momenteel, wat zeggen ze hier... store data permanently. Dus als je nu ergens op een pagina komt, je zal het al eens gezien hebben, dat je soms een error 404 krijgt. Ja. De pagina is niet meer beschikbaar. Omdat waarschijnlijk de server waar die pagina op stond, ze niet meer heeft. Maar stel nu dat al die webdata
gedecentraliseerd opgeslagen is, dan heb je altijd ergens een kopie, dus ga je nooit dat probleem hebben van zo'n 404-pagina te zien. Dus eigenlijk kan alle content altijd beschikbaar zijn of terug opgehaald worden door het decentraal te gaan doen. Dus dat is wat ze noemen met een perma-web. Dus dat is Airwave, die vind ik heel boeiend. Dan Oasis. Ja. Oasis is een lending-platform. Dus lenen en uitlenen. Dus dat is de DeFi. Het nieuwe DeFi gaat onder de ticker Rose. Die krijgt momenteel veel aandacht, dus hou ik in de gaten. En dan hier, als we het dan hebben, je ziet het zoal. Dat is de... Ik ga hem even bijpakken. Dat is de Metaverse. Dat is, ja, dat is Axie Infinity. Die ben ik ook aan het volgen. Kwestie van terug een populaire applicatie te zijn in Metaverse. Oké, dus we gaan daar zeker voor. Ik heb ze opgeschreven, dus we kunnen er misschien volgend jaar eens op terugkomen en kijken wat, als ze gebracht hebben, wat er van verwacht wordt. En dan, nu we nog even tijd hebben, kunnen we misschien even kijken naar enkele fenomenen die zich in 2021 op de cryptomarkt hebben afgespeeld, of gekleurd, zou ik maar zeggen. En voor het, ja, voor het eerst kan ik wel stellen dat crypto de krantenkoppen heeft gedomineerd. Hè. En kan je een paar voorbeelden geven zo van zaken waarmee dat crypto in mainstream media is gekomen? Goh, ik denk vooral, dat is klassiek, als zodra dat Bitcoin zijn all-time high doorbreekt, ja, begint het opgepikt te worden. En vanaf dan is het, als hij terugstijgt, komt het in de media, daalt hij, dan hoor je niks van. Ik zie dat ook met mijn school, de interesse, moet ik eerlijk zeggen, loopt gelijke trend met de prijs van Bitcoin, terwijl ik eigenlijk, mensen, het zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn. Maar... Dat klopt, ja. Goed, het is, dat is menselijk. Dat is, typisch. Heb jij nog geen zo'n indicator van zodra dat er wat te veel interesse voor je crypto-school is, dat je zegt, ik ga verkopen? Ik zie dat letterlijk aan de statistieken van mijn website. Ja. Nee, grapje, maar... pas op. Wat geen grapje is, is gewoon natuurlijk soms Google Trends in de gaten houden. Hè. Hoe vaak dat in de vorige cyclus is dat zeker gedaan. Hoe vaak dat Bitcoin werd gegoogeld, toonde aan hoe hoog de interesse is of niet. Ja. Dus lage interesse zijn inkoopmomenten, mensen. Ja. En de voorbije weken heb je ook al een paar keer vermeld dat je toch nog een stijging verwacht van de cryptomarkt, maar dat je dan... misschien zelfs in de loop van 2022 al, toch een eerder een neerwaartse beweging ziet. Ja. Eerst nog eens hoger, om dan opnieuw lagere regionen te gaan opzoeken. Ja, wel, het zijn natuurlijk speciale tijden, en dat is zacht uitgedrukt. In een normalere wereld zonder COVID zou ik zeker zeggen van ja, die bullrun die komt eraan in 2022. Of was er misschien anders nu al geweest? Dat gaan we niet weten. In ieder geval, ik denk wel nog steeds dat een top, een hogere dan dat we nu al hebben gehad, in de kaarten ligt. De cijfers die circuleren, zal ik het zo zeggen, dat is nog altijd 100, 125. Technisch analytisch zou dat kunnen. Dus dat ligt in de kaarten. Maar de hele grote X-factor in dit heel verhaal is natuurlijk de COVID-pandemie en de effecten die dat heeft teweeggebracht op ons monetair systeem. En hier kijken we natuurlijk in de eerste plaats naar de inflatie. En in de eerste plaats dan nog eens specifiek naar Amerika, want de rest volgt een beetje. Ik heb inflatie, moet ik zeggen... Die balans tussen inflaties heb ik al eens op uitgelegd. Als één land het verhoogt, moet het andere wel volgen, want anders krijg je van die onevenwichten. In ieder geval, we hebben gezien dat zowel de Verenigde Staten als Europa als andere landen, die hebben massaal, dus die steunmaatregelen getroffen, hebben massaal geld bijgeprint, quantitative easing. En we zien dus de inflatie de pan uitswingen in de Verenigde Staten. Het officiële cijfer
is 6,8. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk al heel veel YouTubers die zeggen van, kijk, als ik mijn mandje van producten neem, dan is dat al wel veel duurder dan 6,8% hoger. Dus die cijfers, die officiële cijfers, zijn waarschijnlijk een beetje gesuikerd, sugarcoated, zoals ze zeggen. Het zal waarschijnlijk erger zijn. Nu, de rente staat op nul. En om inflatie, moet ik zeggen, om die inflatie, om dat monster van de inflatie af te remmen, moet men normaal gezien de rente gaan verhogen. Maar dat is dan weer iets dat de aandelenmarkt niet graag ziet. Meestal als dat. En zolang dat de inflatie stijgt, stijgen de aandelenmarkten. We hebben ook gezien dat Bitcoin, in de vorige aflevering hebben we dat besproken, dat dat meegaat, tot nu toe, met de aandelenmarkten. Dus, stel nu volgend jaar, want de Fed heeft gezegd dat ze tegen maart toch gaan beginnen met wat die rente omhoog te trekken. Stel dat de stockmarkets daar slechter op gaan reageren en dat die naar beneden beginnen gaan, ja, dan gaat het een beetje het moment van de waarheid komen voor Bitcoin. Want als we strikt aanhouden dat Bitcoin hetzelfde gaat doen als de stockmarket, dan zou het in principe mee moeten dalen. Maar er is een maar aan dit verhaal. Natuurlijk, als stockmarkets het slecht doen, dan gaan meestal twee dingen het goed doen. Dat zijn de banken. Want ja, als de rentes omhoog gaan, gaat men investeren in banken die gaan. Hè? We hebben want dat mensen gaan sparen. We hebben dat trouwens al gezien. Ja, ja. Als de rente omhoog gaat. Van de investerende sectoren in de tweede jaarhelft, omdat men renteverhogingen verwacht. Ja, als de rente omhoog gaat, wordt het terug interessanter om te sparen. Dus het is beter voor de banken. Mensen gaan meer investeren in banken. Dat is één ding. Het andere ding is ook dat men misschien gaat teruggrijpen naar goud. Maar hier komen we dan bij de speciale eigenschappen van Bitcoin, die een beetje gelijken op goud. Van ja, kijk, je hebt ook een lage stock to flow. Hè? Je hebt weinig voorraad. Er zijn weinig. Je hebt een grote voorraad. Hè? Die 18 en bijna 19 miljoen Bitcoin intussen, die gemijnd zijn. En er komen er nog maar heel weinig bij. Alleen is dat bij Bitcoin, moet ik zeggen, die inflatie nog trager dan die van goud. Bitcoin, dat is programmatorisch vastgelegd. Er is een einde aan goud niet. Ik zeg altijd grappend in mijn lessen, want er kan morgen een meteoriet vol goud neerstorten en dan zakt de goudprijs in. Allee, theoretisch, hè? Dat we ook vinden. Maar als ik even wel nog een nieuwe goudmijn vind, ik weet niet, maar bij Bitcoin kan dat niet. Dus als we dan even gaan Bitcoin vergelijken met goud als hedge, dan vind ik dat er voor Bitcoin natuurlijk wel een paar grotere voordelen zijn, namelijk dat Bitcoin, goud gaat wel stijgen, maar Bitcoin stijgt gewoon meer. Zeker voor de lange termijn. Dus het kan zijn dat die korte termijn misschien wat gaat reageren, maar meestal lange termijn, als we gaan kijken, daar hebben we het ook zo over gehad, in de laatste decennia was Bitcoin gewoon de asset waar je de meeste ROI op kreeg, waar je de meeste return of investment op kreeg. Dus ja, het zakt. Of ja, het stijgt, maar op de lange termijn ben je nog altijd beter af. Oké. Dus dat zijn zo mijn gedachten. Oké, maar volgend jaar. Kijk, we gaan hier moeten afsluiten, maar we gaan er volgende week op verder. Hè. We gaan ook even het hele fenomeen van die NFT's bekijken, de DeFi. En dan ook wat verder nadenken over wat 2022 kan brengen voor de hele cryptomarkt. Niet alleen op het vlak van wetgeving. Maar ook gaat er een ETF's komen, gaat er een mass adoptie komen van nog meer institutionelen. Dus dat gaan we volgende week dan wat meer in detail bekijken. En dan rest er me alleen nog je te bedanken voor de uitleg voor het hele jaar dan. Niet alleen voor deze webinar, maar voor de ondertussen nummer 34. Dus bijna een heel jaar. En we gaan volgend jaar gewoon verder. En ik kan alleen nog zeggen, kijk, goede eindejaarsfeesten en we zien elkaar dan volgende week terug. Hè. In het nieuwe jaar. Dat is goed. Ja. Prettig feest iedereen. Een groot feest. Goeie feest.